aflevering van Derby Blaze Games met een nieuwe Mysterie Ei. Dit keer hebben we een Mysterie Ei krokodil. Volgens mij hebben we al eentje gehad, maar wie weet is deze anders. Zoals jullie dus kunnen zien. Nou. En zoals gewoonlijk met die kleintjes, 24 à 48 uur, werkt niet. Een update of sluiten we het af. Wie weet, net als de vorige. Zitten ze al los. En ik denk, als ik ze nu in het water leg en ik zou vanavond naar mijn bed gaan, of net morgenochtend, zou ze kapot al zijn. De zeemermin die we hadden, die was zelfs binnen 24 uur. Binnen 24 uur. 24 uur was niet eens voorbij. Vieze rek dat je scheet te laat. Maar in ieder geval, wanneer die dus een beetje open is of helemaal open is, dan updaten we jullie en dan zien jullie het natuurlijk verder. Dus ik zou zeggen, tot zometeen. One eternity later. En welkom naar een update. Het is eigenlijk een update slash unboxing. Ja, unboxing. Onze krokodilletje is uitgekomen al. En onze vermoeden klopt denk ik dus toch wel dat het te lang in de winkel gelegen heeft. Maar het maakt niet uit. Dan kunnen wij tenminste snel alles natuurlijk aan jullie laten zien. En ze gaat dus eventjes om te vergelijken met de vorige krokodil die we hadden. Met deze krokodil. De eerste krokodil die we hadden was dus groen-geel, zoals jullie kunnen kijk, zien. Kijk, die is groter. Ja, natuurlijk groter. En deze krokodil is oranje-geel, toch? Of was het nou roze-geel? Nee, oranje-geel. Maar ze voelen, deze is harder, deze en deze is zachter. Joh. De oude is harder en zachter bedoel ik. De nieuwe is harder. Oh, nee. Nee, maar het is wel leuk. Hoe klein het is, moet je kijken. Nou, oftewel, we hebben mama krokodil die we dus al eerder hadden met baby krokodil die we dus nu net hebben. Een oranje gele en een, onze oude is natuurlijk een groen gele. De meeste zijn van ons allemaal groen. Nou komen er zeker nog kleuren. Dus, onze vermoeden klopt dus. En waarschijnlijk met de volgende mysterie eitjes komt het misschien ook wel zo dat het gewoon te lang in de winkel heb gelegen, noem maar op. Maar ja, maakt niet uit. Onze mysterie-ei is in ieder geval uitgekomen. En dat was het einde van deze aflevering uiteraard. Volgende aflevering gaan we natuurlijk weer verder met kijken wat er natuurlijk uitkomt. Vond je deze aflevering leuk? Geef een blauwduimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je nieuw bent voor Mysterie Ei als deze en andere content zoals review. En deel met je vrienden uiteraard. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken naar deze Mysterie Ei. En tot de volgende. Doei doei!